Als Genkenaar beseft u dat het succes van uw stad voor een belangrijk deel afhangt van de economische dynamiek die er heerst. De handel, de bouw, de diensten, de horeca en de bedrijven bepalen de werkgelegenheid, het aanbod van producten, de sfeer en de uitstraling van onze centrumstad. De motor van de stad moet echter perfect kunnen functioneren. Maar als stadsbestuur moet je ook weten welke richting je wil uitgaan met die motor. Jonge mensen willen betaalbare woningen kunnen kopen en vragen om werk in eigen streek. Kennis van onze taal is hiervoor een basisvoorwaarde van iedereen Open VLD Genk. Onderwijs aan taalachterstand is daarom één van onze speerpunten. Vanuit het stadhuis wensen wij een absolute prioriteit te geven aan veiligheid, mobiliteit en gezond ondernemen. Onze stad moet meer lef tonen en hoger durven te mikken. We mogen niet langer tevreden zijn met de middelmaat. Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat de komende talentvolle generatie in Genk een goede en gezonde plek vindt om te wonen, te werken en te leven. We wensen dat de Genkenaren zich terug vrij voelen, maar ook hun plichten ten aanzien van anderen kennen. Ondernemende en ambitieuze Genkenaren zijn van ongekende waarde voor het imago en de uitstraling van onze stad. Genk moet een stad worden waar inspanningen niet langer belast, maar beloond worden. Samen met u wil iedereen Open VLD Genk graag na 14 oktober bouwen aan een succesvol Genk. Een stad waar u fier op kan zijn. Een stad waarvan u er zeker van kan zijn dat er op een goede manier wordt omgesprongen met financiën.